Welkom bij het tweede gedeelte van indexcijfers. Nou, in het vorige filmpje indexcijfers deel 1 hebben we al een aantal indexcijfers berekend. Dat deden we aan de hand van een aantal prijzen gedurende een aantal jaren. En dit was de prijs van een bepaald product en die prijs die werd eigenlijk steeds hoger naarmate de tijd verstreek, naarmate we in het volgend jaar kwamen. Nou, dit waren de indexcijfers en we hadden al geconcludeerd dat al deze indexcijfers, die zijn allemaal berekend ten opzichte van het basisjaar 2012 in dit geval. En je kon dus ook niet zeggen dat, als je bijvoorbeeld de indexcijfers van 2011 en 2012, of 2010 moet ik zeggen, van elkaar afhaalt, 91,4 min 85,7, dat is 5,7%. Je mocht dus ook niet zeggen dat de procentuele stijging, de prijsstijging, van 2010 naar 2011 toe 5,7% is. Dat is niet het goede antwoord. Nou, hoe kunnen we dat dan wel berekenen? Dat doen we met behulp van procentuele verandering ten opzichte van het vorige jaar. Nou, die gaan we even berekenen en dat doen we met de volgende formule. Procentuele verandering is de nieuwe waarde min de oude waarde gedeeld door de oude waarde keer 100. Nou, laten we dat even gaan toepassen. Kunnen wij de procentuele verandering ten opzichte van vorig jaar voor 2010 uitrekenen? Dus met hoeveel zijn de prijzen gestegen, met hoeveel procent van 2009 naar 2010 toe? Nou, dat kunnen wij niet, want we hebben geen gegevens over 2009. Dus hier zetten we even een streepje neer. Kunnen wij dan wel de procentuele verandering ten opzichte van het vorige jaar uitrekenen voor 2011? Nou, ja, want wij weten ook de gegevens in 2010 en de prijs daarbij. Nou, laten we even gaan rekenen. De nieuwe waarde is 32, want die is in 2011. Dus 32 min de oude waarde, nou dat was de prijs in het vorige jaar, 2010 in dit geval. Dus min 30 gedeeld door 30 en we vermenigvuldigen ook nog met 100. En dan kom je uit, afgerond op 1 decimaal, op een stijging van 6,7%. En in de tabel vullen we dan ook in 6,7%. En in plaats van die 5,7% die we eerder hadden proberen te berekenen en die dus niet klopt, zie je dus dat de stijging van de prijs vergeleken met 2010 in 2011 maar liefst 6,7% is. En dat doen we dus met procentuele verandering. Nou, je ziet hier ook in de tabel staan, procentuele verandering ten opzichte van vorig jaar is inflatie. Nou, en inflatie is ook een begrip wat je nog veel vaker tegen gaat komen en die we ook in andere filmpjes nog specifiek gaan behandelen. Maar voor nu kun je in ieder geval aannemen dat inflatie een stijging van de prijs betekent. En deflatie, dat is weer een daling van de prijs. Maar hier hebben we dus te maken met prijsstijgingen en dus inflatie. Nou, laten we de rest ook even berekenen. Pakken we even de rekenmachine er weer bij. In ieder geval even het schermpje in beeld. Voor 2012, nou, daar is de nieuwe waarde 35. Min de oude waarde, ten opzichte van het vorige jaar, dat is 32. Dus min 32, dat is 3. Gedeeld door de oude waarde, dat is 32 nog steeds. Keer 100. En dat is een stijging afgerond op 1 decimaal van 9,4%. Dus we kunnen hier in 2012 9,4% invullen. En dan kun je dus zeggen dat de prijs in 2012 vergeleken met 2011 9,4% hoger is. Ik pak nog even die rekenmachine erbij, want je kunt namelijk niet achter elkaar intikken 35 min 32 gedeeld door 32. Als ik dat allemaal achter elkaar in ga tikken, dan gaat je rekenmachine namelijk eerst deze deling maken en dan pas het aftrekken. Want delen gaat altijd voor aftrekken, dat zijn de rekenregels. Dus je doet het of op deze manier, of je zorgt ervoor dat 35 min 32 tussen haakjes staan en dat je dan gedeeld door 32 keer 100 doet. En dan krijg je, als het goed is, wel in één keer hier hetzelfde 9,4. Maar, en dat zal ik gewoon even laten zien, doe je dus dit, 35 min 32 gedeeld door 32. En dan nog een keer 100 erachteraan. Dan kom je dus uit op min 65. En dat is een compleet ander en dus verkeerd getal. Dus deze laatste manier moet je absoluut niet gebruiken.
Nou, laten we 2013 er ook nog even bij pakken. Ten opzichte van 2012. De nieuwe waarde is 36. Dus we vullen in 36. Min de oude waarde was 35, dus het vorige jaar vergeleken met 2013. Gedeeld door 35 keer 100. En dan komen we uit op 2,9% afgerond op 1 decimaal. Dus 2,9% stijging. Nou, dan hebben we nog één regel open en dat is die voor 2014. En daar had ik de inflatie al ingevuld. Dus ik had al gezegd, die is 4%. Dus in 2014 moeten de prijzen vergeleken met 2013 4% hoger zijn. Nou, hoe kunnen we dat nu uitrekenen? Nou, dat kunnen we doen door deze inflatie van 4% gewoon bij de prijs van 2013 op te tellen. Dus dan doen wij 36 keer 1,04, dan doen we dus keer 1, dan heb je de 36, en dan nog keer 0,04, dat is die 4% neem je er dan bij. Nou, als we dat doen, dan tikken we ook weer even in op de rekenmachine. 36 maal 1,04, en dan kom je uit op 37,44. En dan hebben we daar dus een prijs van €37,44. Nou, dan kunnen we ook het indexcijfer berekenen. Het indexcijfer is namelijk via deze formule 37,44, dat is de waarde van 2014. Dus 37,44. Die delen we door de basiswaarde en die is dus 35, want dat is het basisjaar, keer 100. Nou, laten we even kijken waar we dan op uitkomen. 37,44 gedeeld door 35 maal 100 en dan komen we uit op een indexcijfer van 107 als je het helemaal afrondt. 107 en dat is dan nu ons nieuwe indexcijfer. Nou, nu hebben we de hele tijd de prijzen gebruikt, ook in het eerste filmpje, om de indexcijfers te berekenen en die procentuele verandering te berekenen. Wat zou je ook kunnen doen? Je zou ook deze indexcijfers alleen kunnen gebruiken, als je die tenminste hebt, en die hebben we nu, om procentuele verandering te berekenen. Dat zal ik laten zien met de rekenmachine. Stel nou dat wij deze 6,7 zouden willen berekenen, maar dat doen we niet met behulp van de prijzen, maar dat doen we met behulp van de indexcijfers. Nou, dan kun je ook het nieuwe indexcijfer, 91,4, dat is namelijk in 2011, gebruiken. En het oude indexcijfer, dat is 85,7. Dus nieuw min oud, gedeeld door 85,7 keer 100. En dan zie je hier ook dat we afgerond weer op 6,7 uitkomen. En je kunt dus zowel de prijzen als de indexcijfers gebruiken om deze procentuele verandering uit te rekenen. Nou, je kunt nog meer doen met indexcijfers. Er wordt je namelijk ook wel eens gevraagd om het basisjaar te verleggen. Dus dan heb je een aantal indexcijfers en dan ga je opeens zeggen, nou, stel dat het basisjaar 2014 is, welke indexcijfers krijg je dan? Nou, dat ga ik je in het volgende filmpje ook nog even laten zien. Dus kijk die ook vooral.